Goedenavond. Uh, het is net een uh, oefenwedstrijd geweest tussen uh, de jeugd van Owagel en uh, Bierbeek. Het was ook de eerste wedstrijd voor uh, de vier uh, Thaise jongeren die uh, bij Owagel zijn toegekomen in de zomer. Uh, wat is uw mening erover? Hebben ze goed gespeeld? Wel ja, er hebben er drie van de vier hebben uiteindelijk meegespeeld, omdat er eentje sinds een tweetal weken gekwetst is. Dus die kon er jammer genoeg niet bij zijn. De andere drie jongens hebben het eigenlijk prima gedaan voor hun eerste wedstrijd. Dus we wisten natuurlijk op voorhand dat ze wat wedstrijdritme misten. Dat ze vooral de voorbije maanden veel getraind hebben, zich aangepast hebben. Aan de spelregels, de spelprincipes, de spelcultuur van, van deze club. En uh, ik denk dat ze het vandaag prima hebben gedaan. Ze waren na 65, 70 minuten was de pijp stil aan uit. Maar ze hebben het eigenlijk heel gedisciplineerd gedaan. Uh, de taken die we hen voor de wedstrijd hadden gevraagd, zowel collectief als individueel, hebben ze eigenlijk uh, naar behoren uitgevoerd. Dus ik denk dat we met een tevreden gevoel mogen terugblikken op een, over hun eerste wedstrijd. Nu ze zijn ze hier toegekomen in de zomer, uh, het einde van augustus. En uh, uit de fysieke testen bleek dat die niet waren wat ze moesten zijn. Uh, is daar een specifieke reden voor? En zijn die nu uh, stilaan de goede kant op gaan? Ik weet niet of er een specifieke reden voor is, maar inderdaad, die, die testen die waren op dat moment niet, niet, niet heel positief. Dus uh, we hebben hen in een trainingsregime gestoken, uh, zowel bij jonge Wazel uh, als bij de, bij de Belofte, waarin dat ze zich toch stelselmatig konden, konden aanpassen hier aan, aan, aan de trainingscultuur, aan de intensiteit ook, uh, en de manier van werken uiteraard van de, van de verschillende trainers van, van de club. En uh, ik denk dat daar nu een, een, een zekere progressiemarge is in. in in, in gemaakt, uh, Dus dat gaat inderdaad de goede richting uit. Daarom ook vandaag die eerste wedstrijd, om ook eens te, te kunnen kijken in hoeverre zij in fysiek staan in, in zo'n omstandigheden, in zo'n wedstrijd. Uh, en daar kunnen we natuurlijk nu weer, nu weer op verder bouwen naar de toekomst, om, uh, om daar dan weer extra uh, te trainen en eventueel te zien. Uh, in de nabije toekomst om nog wedstrijden met hun te kunnen spelen natuurlijk, want dat is uiteindelijk uh, de bedoeling van elke speler. Het is uh, tijd om te stoppen, duidelijk, want de lichten gaan hier gewoon letterlijk uit. Dus uh, we gaan nu laten vertrekken en nog een goede avond. Bedankt in ieder geval.